Met name bij succes en falen zijn wij sterk geneigd om dat rationeel te verklaren. Waarom is Rutte minister-president van Nederland geworden? Dat komt omdat hij een enorm competente, sympathieke jongen is. Die eigenlijk zijn hele leven al het verlangen heeft gekoesterd om minister-president te worden. En waar had je? Hij is het geworden. Maar als u even terugdenkt aan hoe dat gegaan is, weet u nog de verkiezing tussen Rita Verdonk en Mark Rutte? Nou, het scheelde geen haartje. Hè? Althans, voor verkiezingen scheelde het geen haartje. Het waren misschien een paar honderd. Ja, hadden we Rita Verdonk gekregen. Wat ik zelf op hoge prijs zou hebben gesteld, want dan waren er wel meer komische dingen gebeurd, denk ik, dan nu het geval is. Er zijn in Nederland waarschijnlijk honderden mensen die zeer geschikt zouden zijn als eerste minister in Nederland. Want ja, zoveel hoef je daar nou ook niet voor te kunnen. Hè? Ja, je moet zorgen dat je das recht zit en nog een paar van die kleinigheden. En je moet geen stomme dingen zeggen. Ik denk dat u wel met mij eens bent. Daarvoor, God verhoede het, maar stel voor, Mark Rutte krijgt een ziekte waardoor hij niet door kan. En Asscher wordt het. Hè? Vicepremier, ja, het zal een VVD'er worden, maar Asscher wordt het. Zou dat enig verschil maken voor het bestuur van het vaderland? Geen enkel. Wat te zeggen van de VVD? Op dit moment in ons parlement de grootste politieke partij, ik geloof 41 zetels. De dominante partner in de coalitie die op dit moment Nederland regeert. De minister-president is ook een VVD'er, Mark Rutte. Wat vind ik van Mark Rutte? Laat ik daar even voor de simpelheid mee beginnen. Ik vond zijn eerste kabinet, het zogenaamde gedoogkabinetje, vond ik een beschamend dieptepunt in onze parlementaire geschiedenis. Hij heeft daar nooit, naar mijn idee, voldoende verantwoording over afgelegd. Ik had graag gezien dat hij na afloop van dat kabinetje ambassadeur in Tokio was geworden, maar dat is niet gebeurd. En ik moet zeggen dat hij in de afgelopen jaren wel getoond heeft dat hij van een ongekende handigheid is. Ik kijk wel eens samen met mijn echtgenote naar het gesprek met de minister-president. En dan zegt mijn echtgenote altijd na enige tijd licht bewonderend: hij lult wel als een trein. Hè? En inderdaad, dat kan hij voortreffelijk. Ik denk dat Mark Rutte zelf eigenlijk een echte liberaal is. Niet een reactionaire figuur of dat hij verschrikkelijk conservatief is. Dat dit niet. Hij is natuurlijk een beetje de typische ambachtelijke politicus. Grote ideeën heeft hij niet. Daar maakt hij ook altijd mooie sier mee natuurlijk. Dat is tegenwoordig levensgevaarlijk om grote ideeën te hebben. Terwijl het misschien wel aardig zou zijn om her en der eens wat grote ideeën te ontwikkelen. Maar hij zit natuurlijk met die partij. Want de VVD is in essentie, en was dat ook altijd in de decennia na de oorlog, een conservatieve partij. Maar zij beweren zelf altijd dat het een liberale partij is. Maar als je natuurlijk een beetje kijkt naar wat de VVD al zo gedaan heeft, dan kun je met de beste wil van de wereld niet volhouden dat het een liberale partij is. Neem het gedoogkabinet, daar zat niets liberaals aan. Dat was voor ook de wetsontwerper, dat was allemaal zo onliberaal als het maar kon zijn. Een liberaal zou zich er diep voor hebben moeten schamen. En omdat de VVD een conservatieve partij is, ik zie even af van de kleine christelijke partijen, is de PVV, of in zekere zin het Nederlandse populisme, wat met Pim Fortuyn is opgekomen, een permanente bedreiging voor de VVD. Omdat vanaf de rechtervleugel van de VVD steeds electoraal verkeer plaatsvindt, mogelijk is met de PVV. En dat brengt de VVD er niet toe om een duidelijke demarcatielijn te zetten. Nee, ze proberen steeds een beetje MeToo-ism, zoals dat heet in de Engelse en Amerikaanse politiek, van wij zijn iets fatsoenlijker dan de PVV, maar we hebben toch wel op sommige punten wel een beetje dezelfde ideeën. He, neem Halbe Zijlstra, die in het openbaar verklaarde dat de meeste Syrische vluchtelingen, althans de vrouwen, dat die hier naartoe kwamen vanwege borstvergroting. Wat een beschamend klote grapje, Halbe. He, wat vind je daar nou van? Je bent een beschaafd mens en dan zeg je zoiets lulligs. He, en alleen maar in feite om te vermijden, niet waar, dat je potentiële VVD'ers in de richting van de PVV weglopen. En nu had je weer een heel verhaal over dat we onze eigenheid gingen verliezen, of dat onze vrijheid bedreigd werd door die 5% moslims in Nederland.
houd toch je mond met die nonsens. Hè. Probeer liever uit te vinden wat een liberaal, desnoods een conservatieve liberaal, tegen Geert Wilders kan hebben. Dat is je taak. Laat daar eens iets over horen. En dat zou Rutte ook sieren als hij dat zou doen. Ik heb zelf een groot stuk geschreven wat mij veel bevrediging heeft gegeven over Rutte en wat hij al zo verkeerd heeft gedaan in de afgelopen jaren. Waarbij ik bovendien onthul dat ik eigenlijk altijd een beetje verkeerd gedacht heb over Rutte. Namelijk dat hij helemaal geen politieke beginselen of principes had, maar die heeft hij wel degelijk. En die zijn heel sympathiek op het eerste gezicht, maar die hebben tot rampzalige resultaten geleid. Daar gaat eigenlijk dat stuk over. Ja, het is een beetje familietrots, maar ik moet ook wijzen op een stuk van mijn broer, Vincent van Rossum, over het hele probleem van zeg maar de groene ruimte in Nederland. En dat heet Nederland een biologisch rampgebied. En daar zit wel wat in. Waar hij eigenlijk laat zien dat vrijwel alle betrokken groepen het slachtoffer zijn geworden van onjuist overheidsbeleid. Ik krijg van Rutte een slecht humeur. Moet ik er direct bij zeggen. En ik wil ook wel uitleggen waarom. In principe is die Rutte wel een aardige en van oorsprong links-liberale jongen. Daar had ik wel wat mee. Hij heeft ooit samen met Schult zelfs een alleraardigst memootje geschreven. Dat de VVD naar links moest en niet in troebelwater ter rechterzijde moest vissen. En deze brave jongen heeft klaarblijkelijk op pragmatische gronden al zijn principes grondig en totaal verraden om dit ongelofelijke klotenkabinetje te leiden. Dat is diep, diep treurig. Ik vind buitengewoon wetenschappelijk klinken, professor. We zitten al midden in de oudejaarsconferentie. Wie moet het dan wel worden tot slot? Ik vond Dijkgraaf een heel wat betere keuze. Dat is iemand die ook internationaal iets voorstelt. Terwijl Rutte die bleek internationaal 50 miljard niet te mee te kunnen tellen. Hij is getergd, lijkt het wel. Die schat ik toch betrekkelijk laag. Ik dacht eigenlijk meteen aan een ideaal voorstel, namelijk dat deze informateur, dat de minister-president wordt. We moeten namelijk ook van Rutte af. Het probleem is dat Rutte zelf een blokkade. Ja, ik ken jullie persoonlijke betrekkingen. Ja, maar dat moet hij zelf weten, ja. Rutte is een van de medeblokkadeerders van het systeem geworden. Hij was natuurlijk zwaar beschadigd. Hij heeft natuurlijk gedacht, ik wacht een tijdje, dan is die schade een beetje weggezakt en zo. De mensen zijn het ook misschien een beetje vergeten. En dan borduren we gewoon door met dat almatige kabinet. Maar Rutte was kandidaat, er hebben ook mensen op gestemd. Het was Remkes natuurlijk niet. Hè? Er is geen mens op Remkes gestemd. Ja, waarom zou hij geen minister-president kunnen worden? Technisch kan het wel, ja. Ik word parlementair, politiek is daar helemaal niet. Is er ook nog een poging wellicht dat jij bent een oude sociaaldemocraat, dat uiteindelijk, ze gaan op een minderheidskabinet, maar dat ze toch nog een poging wagen om bijvoorbeeld de Partij van Arbeid erbij te trekken, zodat er alsnog een meerderheid komt? Ja, maar dat zal de Partij van Arbeid. Ik ben op zichzelf voor, mits ze samen opereren. Dat hebben ze nu besloten. Dat lijkt mij op zichzelf een verstandig besluit voor twee kleine partijtjes. En dat je met z'n tweeën meer maar hadden ze dat niet voor de verkiezingen moeten zeggen dan? Ja, dat twee hadden ze verschillende partijen doen. Maar goed, dan vervallen we in de hele discussie dat ze jarenlang geluld hebben over samenwerking en dat het er nooit van kwam. Maar de huidige situatie waar we nu mee te maken hebben, bijna 6 maanden na de verkiezingen, is ronduit beschamend. En is naar mijn idee een signaal van volstrekte incompetentie van de zittende politieke leiders. Anders kan ik het niet noemen. We hebben nu dus weer een vreemdeling uit Maastricht gehaald, waar hij de boel op moest ruimen, die het CDA daar gemaakt had. Hmm. Die CDA overigens. Een ander goed idee lijkt mij dat het CDA in oppositie gaat. Ja. Wat je nu moet doen is toch de stukken zo schuiven dat je aan een kabinet. Ik vind ook een kabinet, wat een minderheidskabinet onder de huidige omstandigheden, is toch een vorm van krankzinnigheid. De sfeer tussen Kaag en Rutte zit natuurlijk ook goed in. Maar goed, ze kunnen best de pest aan elkaar hebben, dat is helemaal zo erg. Dat had het in Nijl en vannacht ook een groot succes voor. Het kabinet kan dat heel, heel nuttig zijn. Maar ik denk dat het verstandig is om Rutte op te ruimen en Wopke ook. Jouw standpunt, maar ja, dat weet je, er gaan ook nog verkiezingen aan vooraf meestal, hè? Misschien komen ze weer wel.